Hij is er, de nieuwe Volkswagen Transporter. Hij is krachtig, hij is zuinig, hij is schoon en hij heeft een nieuw design. Als je de grillende koplampen bekijkt, is hij nieuw en heel herkenbaar Volkswagen. Standaard wordt hij geleverd met een 2 liter TDI Common Rail motor. En die heeft een lage CO2-uitstoot, een zuinig brandstofverbruik en toch een uitmuntende trekkracht. Tja, ik kan natuurlijk heel veel over die auto vertellen. Maar misschien moet ik dat overlaten aan de echte deskundige. Oké. Nou, hier is dan Jan Wolfram. En Jan Wolfram rijdt in een dikke, dikke Volkswagenbus. Voor mij zit hier een TDI-motor in en zo, want dat ding dat trekt als een bezetene. Echt, ik kan er zelf niet tegenop. Wat een keer. Het is alleen de pest, we zitten hier in Utrecht en alles staat op rood en er schiet geen flikker op. Drempels overal, we zijn al wat door de bebouwde kom eventjes geracht. Maar ja, Nederland zit al vol met drempels, maar ik zeg altijd, er moet er nog veel meer in. Dan hebben we er ook geen last meer van. Die auto rijdt goed. Ja, het wil zelfs 120 in de bebouwde kom. Ik weet dat het niet mag, maar voor de rest, ik heb hier niet zo heel veel meer aan toe te voegen. Het is druk hier, het is spitstijd, dat is kloten. Ik had graag al wat meer geracht in het ding. Maar dat zit er helaas niet in, dus. Mensen, ik vind het een fijne auto. Hij krijgt van mij een 9 plus. Wij moeten hier weer in, zie ik. Ik zeg maar dit, groeten uit Drenthe en rij maar Volkswagen.